Hallo, welkom in deze splinternieuwe rubriek waar we jullie op regelmatige tijd gaan brieven over kunstboeken die net zijn verschenen. En deze keer willen we jullie aandacht vestigen op dit prachtige boek van Piet Peeren. Een bijzonder boek. Voor wie het werk van Piet Peeren niet kent, hij focust nogal op Griekse mythologie, maar die hij zowel een universeel karakter als een heel persoonlijk karakter meegeeft. Ook voor de kijker trouwens, die heel veel van zichzelf zal ontdekken doorheen zijn uiveren. Nu, het bijzondere aan dit boek is dat het eigenlijk tweeledig is. Aan de voorkant heb je één boek met zijn schilderijen, kleurrijk. En als je het 90% draait, heb je eigenlijk een tweede boek met zijn houtkooltekeningen, ook in kleur. Dus het zijn eigenlijk twee facetten van een persoonlijkheid. Maar zoals je zelf zegt, in mijn werk lees je hoe het met jezelf gaat. Vind ik een bijzonder interessante quote. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. De kijker wordt eigenlijk geconfronteerd met zichzelf. Dus, het ontdekken. We kregen ook het nieuwste boek van Johan Tahon binnen, Universus. Genaamd naar zijn gelijknamige expositie in Oudenaarde die momenteel loopt. Nu, het is niet zomaar een catalogus, in die zin dat het ook een, wat ik noem een picturale biografie is. Van zijn hele oeuvre, zijn hele leven. Zijn autobiografische tekst in het boek vond ik bijzonder interessant, omdat het werkelijk het leven toont van een hedendaagse kunstenaar in België. Die tekst zit ook vol met anekdotes, onder meer hoe zijn ontmoeting met Jan Hoed zorgde voor een grote doorbraak van de kunstenaar. Sowieso biedt het boek een mooi beeld van het leven en werk van een bijzonder boeiende en veelzijdige kunstenaar. Iets helemaal anders, het boek van Sophie van de Velde, Expeditie Kunst. Sophie ken je misschien al ondertussen beter omwille van haar bijdrage aan het televisieprogramma Stukken van Mensen. Maar ze heeft ook al jarenlang haar eigen kunstgalerij in Antwerpen. Maar ook als dochter van de bijna legendarische kunsthandelaar Ronnie van de Velde heeft ze heel waarschijnlijk van kinds af aan kunst met de paplepel binnengekregen. Het levert een heel bijzonder en veelzijdig boek op, waarin ze vertelt over haar eigen kunstbeleving, haar eigen geschiedenis, in haar passie met kunst. Het zit dan ook vol met persoonlijke anekdotes, vol met voorbeelden van kunst waar ze een passie voor heeft. Maar ook vol met tips en adviezen voor kunstverzamelaars, wat het bijzonder boeiend maakt. Het is geen academisch boek of academische studie, en wat mij betreft hoeft dat ook niet. Maar het biedt wel een levendige getuigenis van iemand die met beide voeten op de grond in de Belgische kunstsector leeft. Ook heel pas verschenen is het boek Flisvos van de fotografe Bernadette Mergaert. Het is een soort fotografische reportage over de tijd die ze doorbracht op het eiland Kerkyra. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Waar Bernadette een tijd lang de zogenaamde winterzwemmers volgde. Een reportage kan je het niet echt noemen, want het zit vol met poëtische mijmeringen en observaties over het leven daar. In mijn ogen vormt het boek en de persoonlijke observaties van Bernadette ook een soort schuchtere poging om de mens beter te verstaan. Maar globaal gezien vind ik het persoonlijk een heel intens en een heel merkwaardig boek. Het is ook in eigen beheer uitgegeven, wat heel moedig is. Ik ken ook wel kunstenaars die daarmee bezig zijn. Maar ik weet van Bernadette dat ze daar nog een paar extra stappen bovenop heeft gezet om dit boek te kunnen waarmaken. Bijzonder moedig vind ik, maar het resultaat mag er zijn. Het is een mooi en bijzonder boek.